Rotterdamse hoor. Ze is Rotterdamse. Oh, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag lieverd. Hi. Ach jongen. Goedemiddag. Het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn aan de wandel, Chris en ik. Ja, we zijn niet op de boot. Rompje is niet zo heel erg fit en het zou heel erg heet worden vandaag. Dus wij wachten het even af hoe het gaat worden in verband met onweer ook. En dan hebben we Rompje thuis gelaten. En nu hadden we zoiets van... Toch maar even wat aan de conditie doen. Dus we lopen nou in de bloedhitte hier te wandelen. En het is hier heet. Och, och, och. Hoe geleden ik hier gelopen heb, want toen Rompke nog jong was, liep ik dit regelmatig helemaal om. Dan was je toch een anderhalf uur was je zoet. Nou, we zijn vanmorgen al de stad in geweest. Chris heeft nieuwe sandalen gehaald. Yeah. Die heeft hij nu aan om uit te testen. Ik heb de gimpen er maar onder gedaan, onder het jurkje. Had ik al gezegd dat ik van het kanaal Vloggende 50 Plussen ben. Welkom nieuwe abonnees. Ja, ik heb de laatste dagen heb ik er weer een paar abonnees bij gekregen. En heel erg leuk. Welkom op mijn kanaal. Een hele goede morgen. Het is zondag vandaag. En wij zitten in de auto en we gaan ergens wandelen, ergens lopen. We zijn niet naar de boot gegaan, we hebben toch maar besloten, in verband ook met de weersverwachting, dat we toch niet gaan. Gisteren waren we natuurlijk niet omdat het vreselijk warm was. En het is nu minder warm, maar het voelt warmer aan omdat het vochtiger wordt, omdat er onweer op komst is met hagelstenen en weet ik veel. En we hebben maar besloten om thuis te blijven, of tenminste niet thuis te blijven. Rompke blijft thuis. Die ligt nou heerlijk te chillen in de woonkamer met de airco aan. En wij gaan even op pad. We rijden nou ons dorp uit en we gaan over alle kleine dorpjes heen. Ik denk dat het richting Harlingen wordt. Hallo dan. Heb je last van vliegjes? Ja. Och. Je hebt vlechtjes. Daar staan ook nog twee. Nou jongens, dit is zo leuk. We rijden door Harlingen heen. En ja, ik had het ook wel kunnen weten. We hebben er niet op gereden. We hebben er niet expres zijn we hierheen gegaan. Maar ik had inderdaad al gezien op Instagram dat Kees en zijn vader van de vloggende bestemming hier in de buurt waren. Maar goed, wij rijden nu door Harlingen. Ik zie die boot ineens liggen. En Chris zegt, nou dan rijden we er even langs. Ik ben even uitgestapt en ik heb zo leuk met hun staan praten. Daar zie je nu een stukje van. Nou, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zeg je dat eigenlijk in het Fries? Hond? Nee, dat is tot. Zijn ze Rotterdamse hoor? Ze zijn Rotterdamse. Oh. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, nou. Dit is de Fries. De Fries. Ja, ik ben aankomenspoelen hier. Ja. Ja. Het is niet echt Fries koud hier. Ik zweet op mijn hempje vandaag. Ja, precies. Maar het was 34 graden in het binnenland. Hè. En hier was het 27 gisteren. Ja, joh. Ventilatoren op het achterdek. Ja.
En het is dat jij kwam, maar we hadden net helemaal geen kleren aan. Oh jeetje, je hebt gouden dagen getrokken. Heb ik dat weer gemist? Ik zag de volgende 50-plus eraan komen. Ik denk, we trekken er even wat aan. Ja, ja. Nou, maar hier zijn Chico en... Ja. Zal ik ze even... Nou, Chico ligt binnen volgens mij. Zal ik hem eens even roepen? Ja. Trixie, kom eens. Trixie. Ah, Trixie. Chico, kom. Kom even. Chico, ja. Kunnen ze wat tegen de warmte? Chico, je moet even aan het werk. Chico. Ja, Chico is een Spanjaard. Die moet tegen de warmte Chico kunnen. Moet tegen kunnen, hè? Chico. Ja. Chico heeft zijn ochtendtumeur. Oh, ja, hè? Ja. Oh, dat hindert niks. Hi Chico, dag lieverd. Hi. Ach jongen. Ja, je ruikt onze hond natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar, even zien. Maar Harlingen is wel top. We hebben net een klein rondje gedaan. Ja. Maar ik had niet verwacht dat zoveel historie was en of is. Ja, het is een Hansestad, hè, ook. Ja, dat, maar ook creativiteit daar. Dat hele gebeuren bij de HAVO, heet dat? De Havermond, denk ik. De Havermond. Daar heb je toch ook niks aan, die man. Die moet zorgen voor een stukje inhoud in de show. Als Kees niet meer weet, dan moet ik het wel weten. Ja. 75. Ja. Ja, maar, mijn sidekick, maar ik heb er niks aan. Nee. Ja, ik kan wel goed gehaktballen maken. Nou, dat is waar, ja. Daar zit iedere keer met verbazing naar te kijken. Ja, de website kun je via de volgende bestemming een recept bestellen. Het kost €15. Gewoon die gehaktballen. Oké. Ga ik eens erop zetten. €15. Ja, Kees en Theo de winter door. Ja. Geen ballen aan productie. Nee. Ja, heel gezellig. Ja, ja, heel leuk. Chico gezien en Trixie, die waren ook aan boord. En ja, het was geweldig. Het was zo leuk. Zo, we zijn bij de Zeedijk. En een beetje raar zonder Romke. Zo gewend om hier met Romke te lopen. Oh, er zijn paarden op het strand. Kijk eens. Oh, die vinden het ook lekker natuurlijk zwemmen met het warme weer. Om hondjes aan het zwemmen hier. Ja, dat had Romke ook wel leuk gevonden. Ja, die trekt het niet meer. Achter mij zie je al dat de lucht wat gaat veranderen. Het wordt al wat, begint wat te koppen. De lucht wordt wat vettig, zoals wij dat dan zeggen. En dan zie je toch wel dat er wat weersverandering op komst is. En ik moet zeggen, het loopt hier wel lekker. De wind is fris. Heerlijk hoor. We staan lekker op het puntje van de pier. Dat was een van de veerboten. En Kees die is vanuit Den Helder deze kant op gekomen. Want daar waren die havendagen. En die heeft het stukje Waddenzee gehad. En is hier in Harlingen naar binnen gegaan. Dus die had al een hele tocht erop zitten. Die was ook moe. Die is naar het eiland toch? En, Ja, hij is nog naar het eiland geweest. Dan weet ik niet of hij te Schelling of Ameland is geweest. Moet ik even in de vlogs terugzien. Maar hij is op een van de eilanden geweest. En vanaf de eilanden weer terug deze kant uit richting Harlingen. Dat zag ik op Instagram. Ja, we zijn er niet om gereden. Ik heb niet gedacht van, hey Kees is in Harlingen, ik moet erheen. Nee, Kees zei vanmorgen zo even langs Harlingen dan, als we toch niet naar de boot gaan. En toevallig zag ik hem liggen en denk ik, ja, dat is wel heel leuk. Ik had op Instagram wel een en ander gezien. Ik had het kunnen weten, maar ik had het niet opgeslagen. Dus maar heel leuk, hele leuke ontmoeting gehad.
reis naar huis, naar Romke. Die ligt heerlijk in de woonkamer bij de airco. Het begint al wat donker te worden. Het werd ook al een stuk koeler. We hebben even een lekkere lunch gehad bij de strandtent hier in Harlingen. En ja, toen merkte je al dat het, zo nu dan horen we wat rommelen. Ja, er worden hagelstenen als tennisballen, nee, als golfballen worden er verwacht. Het zuiden, niet bij ons. En het is een, ja, het is een buiengebied wat vanuit het zuidwesten naar het noordoosten trekt. Dus ja, het kan zijn dat we er net voor wegkomen. Maar je ziet wel, het is nou wat bewolkt. Dus we krijgen er wel wat van. En dan zou het morgen een stukje koeler zijn. Dus misschien nog morgen nog even kunnen varen als Chris nog vrij heeft. Dus dat is ook wel even lekker. Maar jullie gaan gezellig mee. We gaan nu weer naar huis. We gaan lekker koffie drinken straks. En we hebben heerlijk uitgebreid geluncht. Met varkenshaas en patatjes en lekkere salade erbij. Dus we gaan vanavond gewoon heel simpel een boterhammetje eten, denk ik. Zijn we weer klaar. En het geeft een beetje een vakantiegevoel. Dat is wel lekker. Ja, nou ja, goed. Het is sowieso een hele leuke dag natuurlijk. En het spat al. Oeps, zag je het? Ja, ja. Bof. Oeh, jokkers. Nou, deze dove kwartel die hoort het onweer. Hé, hey, jongen. Hé. Hey. Ja, het is goed hoor. Kom maar. Kom maar, schat. Ja, kom maar. Kom maar, poppie. Hè? Och. Kom maar. Hé, hey, kom eens. Och, lieverd. Ja. Hm? Oh. Een hele goede morgen. Het is maandag vandaag. En we zijn op de boot. Het is een heel stuk afgekoeld. En goed, we hebben nog vrij. Dus we dachten, we gaan nou nog even een dagje varen. Ik heb wel eten mee. Dus ik denk wel dat we hier vanavond gaan eten. En dan kunnen we nog even genieten. Het is nog vroeg. Horloge heb ik niet om, want die batterij was leeg. Dus ik schat dat het zo rond 9:30 is. Ik heb zelfs boeken meegenomen. Ik had de vorige keer tweedehands boeken besteld. Want het viel mij op dat bij ons in de Witte Boek, de boekenwinkel in Sneek, dat de boeken nog vrij duur waren. Vroeger haalde je voor 3-4 euro hartstikke leuke boeken. En ja, dat is verdubbeld. 8-9 euro zag ik ze liggen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga eens kijken of ze tweedehands leuke boeken hebben. En nou, die had ik besteld. Maar die waren dus op een gegeven moment zoek geraakt. Die waren dus bij de buren bezorgd, wat ik dus niet wist. En daar hadden ze ook een kaartje door de bus gedaan van het licht achter op de stoel. Dat sloeg helemaal nergens op, maar die waren op vakantie. Dus ja, die boeken die lagen er maar. En toen kwamen ze toevallig terug. En toen hadden degene die de planten daar doen, die hadden ze binnengelegd, gelukkig, met die storm. Maar ze zijn terecht. Dus ik heb even een paar leuke boeken van Nora Roberts. Vind ik altijd een leuk genre. En nog iets van Fred Vargas. Nee, hoe heet dit? Even kijken. Ja, Fred Vargas. De IJsmoord. Lijkt me ook wel heel erg leuk. Nou, daar gaan we hoor. Het staat een heerlijk briesje. Dat is het voordeel van op maandag weggaan en nog vroeg, dat het zo lekker rustig is. Maar je kan wel merken dat er al mensen vakantie hebben, want er zijn toch wel wat huurbootjes op pad. Ik geloof dat het zuiden al begonnen is met de bouwvak, niet? Ja. Nou, we zijn beland op een marekrietenplaats tegenover het juiste sluisje. Dat is een behoorlijke inhaal met heel wat plekken. In de weekenden, vakanties is het niet te doen, hier is het heel erg druk. En nu op maandagmorgen is het lekker rustig. Hier liggen wat boten achter. En aan die kant ligt wat
Aan de overkant ligt wat en ja, ruimte genoeg. Uitzicht aan de ene kant. En voor. En dan is het uitzicht aan de andere kant. Het menu. Staan lekkere gebakken worstjes. Gekookte aardappeltjes dit keer. En sla met tomaatjes en die staan al op tafel. En de aardappeltjes die zijn al gaar. En kindertjes, wij gaan vertrekken. Ja. Nou, op de terugreis. Oh, het is nog lekker weer. Zalig. Het is zo mooi nog hier, zo uitgestrekt. Bomen, weilanden, tot hoe ver je kan kijken. Ja, er is nog zoveel ruimte in Friesland. Heerlijk hoor. Nou, lieve mensen, het is alweer woensdag vandaag. Ik ben de beelden aan het editen, aan het monteren van het weekend en de maandag erbij. Terwijl ik ermee bezig ben, is Kees alweer op de terugreis begonnen. Die is met zijn vader op het moment aan het varen over de Vecht. Ze hebben het IJsselmeer of het Markermeer hebben ze alweer gehad. En ze zijn gelukkig weer heel huis binnen, want het IJsselmeer kan behoorlijk... Omstuimig zijn, weten wij alles van. Goed, ik dank iedereen hartelijk voor het kijken. Vond je dit nou een leuke vlog, steek dan nog even de duimpje omhoog. Abonneer je nog even op mijn kanaal, als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. Doei doei!